Toen de kerk gebouwd is en geopend is, was hier geen orgel. En heeft men een van de gemeenteleden gevraagd om zijn harmonium hier neer te zetten. En is de gemeente Zandvoort geleid met het harmonium. Dat beviel al snel niet. En men is op zoek gegaan naar een echt kerkorgel. Dat was in het begin lastig. Men had geen geld. Er is een aanbod geweest van een kerkorgel hier neer te zetten voor 400 gulden. Guldens uit die tijd. Dat is het niet geworden. Men heeft daarna een ander orgel gekocht, daarna weer een ander orgel gekocht. En dat beviel allemaal niet, totdat in 1920 men besloten heeft dit orgel bij de firma Standaard te bestellen. Dit orgel heeft 12.000 toenmalige guldens gekost. Als u de buitenkant naar het orgel ziet, dan ziet u daar een aantal pijpen. De allergrootste pijpen zijn de pijpen waar het pedaal mee klinkt. Met die camera wordt gefilmd wat er op het liturgisch centrum en op de preekstoel gebeurt. En we zullen daar zien dat de organist via een televisiekast kan zien wat er beneden gebeurt. Tijdens het stuk van het orgel ziet u aan de buitenkant. Het grootste stuk staat aan de achterkant en daar gaan we nu naartoe. Hier ziet u de speeltafel. Twee klavieren. En een pedaal waar je met de voeten de grote pijpen kunt aanspreken en daar de donkere tonen mee kunt maken. En als u kijkt, dan ziet u hier hoe een organist de kerk ziet van boven. Hier heeft u een indruk van het binnenste van het orgel. U ziet dat er heel veel meer pijpen zijn dan dat je aan de buitenkant zou verwachten. En als je goed naar de pijpen kijkt, dan zijn niet alle pijpen ook op dezelfde manier gebouwd. Sommige lopen spits toe, sommige zijn recht, sommige zijn heel dik. En aan de rechterkant van het binnenste van het orgel ziet u ook een aantal houten pijpen staan. Aan de achterkant hier, daar ziet u ook pijpen staan en die lijken een beetje verborgen in een soort kast. En die kast die kan een beetje open en die kan een beetje dicht. Vanaf de speeltafel kunnen we dat met een voetpedaal regelen. Als de kast helemaal dicht is en je speelt op het bovenklavier en laat de pijpen die je achterstaan spreken, dan is het net alsof het geluid van heel ver weg komt. En als de kast een beetje open gaat, dan lijkt het alsof het geluid steeds een klein beetje dichterbij komt. De meeste pijpen zijn van soorten metaal, lood, zink, en dat zet uit en krimpt met de temperatuur. De ene pijp is daar gevoeliger voor dan de andere. En het is dus noodzakelijk dat af en toe dat orgel weer wordt bijgestemd om de pijpen de zuivere toon te laten klinken. Dan moet je er dus bij kunnen. We hebben net gezien aan de binnenkant dat je bij een heleboel van die pijpen bij kan. Maar de pijpen die achter in die kast verstopt zitten, dat is lastiger. En daarom is er aan de achterkant van het orgel een constructie gemaakt dat je er ook van die kant bij kan. Plaat. Die kan eraf. Dan zet je er een trapje bij. En dan kan je aan de binnenkant kijken. Hier zijn we in het vertrek waar de blaasbalg is neergezet. Ik vertelde dat het orgel eigenlijk een blaasinstrument is. Dus wil er geluid uitkomen, dan moeten de pijpen met lucht worden aangeblazen. Die lucht komt vanuit de blaasbalg. En de blaasbalg wordt door een motortje aangestuurd. In deze grote kast, daar zit de motor in. Verstopt om te zorgen dat hij niet al te veel herrie maakt. En vanuit die motor wordt er geblazen in de blaasbalg en als het orgel aangaat, dan wordt de blaasbalg gevuld met lucht. En die lucht gaat via deze pijp, buis, gaat die zo het orgelinstrument in. En dan verdeelt de lucht zich via allerlei zijtakken naar alle rijen waar de pijpen op staan.